Zo, daar zijn we dan weer bij een nieuwe aflevering van De Groeten Uit. En vandaag, hoe het begint deze aflevering, dat weet ik. Maar hoe het eindigt, dat weet ik niet. En we zijn vandaag in Dongen. Maar voor die tijd ga ik eerst het wereldkampioenschap rondjes rijden verbeteren. Loop je hier in Dongen op dit groot spektakel met lege voertuigen, met volgloeikoptractoren en we zien je dan een kermisattractie. En dan begint mijn bloed te kriebelen, want binnenkort hebben we natuurlijk Kermis TV, de grote Kermis TV in Tilburg, op Brabant 10. Maar we hebben van tevoren een voorproefje in Goorlen, in de week van de 29e, dan zijn we in Goorlen, Kermis TV Goorlen. En ik ga alvast warm draaien. Hallo! Ik ga op de slak. Zo! Ah! Lekker hè? Heb jij ook zo'n zin in Kermis TV? Ja. Ja? Ik ook. Ja, wij kregen een mailtje van een Ankie van Ron. Waarom doen jullie in De Groeten Uit nooit iets aan de paardensport? Ankie, wij zijn voor jou speciaal op zoek geweest. En we komen hier bij de manege De Kraan. En vandaag staat de paardensport centraal. Dag. Ik kijk niet echt vriendelijk. Oké, kom op, Hermelijntje. Hey, start de muziek maar, Prevenovi. Hey. En nou springen wij eroverheen. Oh. 1, 2, deze kant op. Ja, ja. Oh, ja, een dode sprong. Ja. Padam, 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 padam. Tadam, tadam, tadam. Ja, maar het is... Springen wij overal overheen. Ja, laat ze maar lachen. Hè? Duwen met die benen. Aan een paardje. Kom op. Hey. Hey. Oh, 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 oh. Zo, ja. Oh, 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 oh. Langzaam, zo. Kom. Ja, die kant op. Wel ja, hebben wij hier nou jaren op getraind, Willemijntje? He? Ik heb toch gezegd tegen jou dat we daar overheen moesten? En dan zit ik hier een beetje verschut.
Hè? Ja. Mon dieu. Denk direct naar de slager moeten, hè? Zullen we het nog eens proberen? Ja, kom maar gauw. Ga er maar overheen. Je kunt het. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, springen. Ik zou zeggen springen. Oh, zet me niet verschut hier op tv, hè. Springen. Alsjeblieft dan. Springen. Klein stukje springen. Wil een klein stukje springen. Doe het dan voor mij, hè. Doe het dan alsjeblieft voor mij. Klein stukje springen. Tjoeke, 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 tjoeke. Niet springen. Nou, springpaard of... Ah, je kunt er wel één keertje voor mij springen. Hè? Zullen we dan even springen? Hè? Ja, dan hoeven we niet naar de slager. Hè? Ja, ja, kom maar gauw. 1, 2. Ja, ja, we gaan springen. Ja. We gaan bijna springen. Ja, kom maar gauw. Kom maar gauw. Niet in zijn achteruit, Willemijntje. Kom maar. Nou, deze kant op dan. Dan nemen we nog wel eens een flinke aanloop, hè? Ja. Dan gaan we het gewoon nog een keertje proberen, hè? Bonfire. Kom maar, dan draaien we. Ja. Nou, hier kun je gewoon, voordat je de wedstrijd ingaat, nog een beetje oefenen met je paard. En er is me wel één ding opgevallen. Heel veel vrouwen doen hier mee. Vrouwen houden van de paardsport. Kijk, hier die hindernissen, daar moeten ze allemaal overheen springen. En kijk, er is er eentje, die heeft hem er afgesprongen. Die gaan we eventjes opleggen. Want als ze een paar rondjes hebben gedaan hier op dit parcours, dan gaan ze gewoon alles verbouwen. En dat doen ze eigenlijk voor dat paard. Want paarden zijn op zich heel slimme beesten. En anders weten ze gewoon hoe dat ze moeten lopen. Nou, ik ben nou klaar, maar Gert de Tobbers bij, die doen we wel even mee. Het is een flinke klus. Tjonge. Is een hindernis van 1,23. Dat is toch geen standaardmaat 1,23? Waar springt jouw paard? Nou, ik denk 1,23. Dat kan toch niet? Dan moet er 1,30 of 1,20 zijn. Nou, het zit erop. Prijswinnaars zijn bekend. Dus het is afgelopen. En wat doe ik met mijn stomme kop? Ik vraag van uit beleefdheid van, kan ik nog helpen? Nou, Ron, jij kunt wel helpen. Nou, vraag nooit aan de paardenboer of je kunt helpen, want je bent er echt mee gekieteld. Gadverdamme dag. Oeh. Dat is niet normaal.
Ba. Zo. Steltje viezerig. Nou. Echt handig ben ik hier ook niet in. Oh. Ba.